deze week op de rollenbank een Alfa Giulia. En het is een hele dikke, hè Peter? Nou, niet de dikste. De één na de dikste. 280 pk en Q4, Village. Hey, en wat zijn de verwachtingen die je ervan hebt? Nou, ik hoop dat hij misschien een beetje meer heeft dan de 280 pk die opgegeven wordt. Hij zou, heb ik wel eens gelezen, iets van 300 pk moeten hebben. Maar ik ben heel benieuwd. En als je ermee rijdt, heb je het gevoel dat hij ook meer moet leveren? Wel een beetje, ja. Ik vind hem erg, hij hangt wel aan het gas. Okay. Als ik hem in de D-stand zet, dan trekt hij echt als een raket, vind ik. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd of dat echt erin zit wat ze opgeven. Hey, heb je Alfa al lang? Ik heb hem vanaf april 2018. En hoe bevalt hij? Heeft hij vaak storingen? Nee, echt niet. Nee. Hij is gewoon, hem keert niks aan. Dat is gewoon goed. Dat verhaal mag ook wel eens verteld worden. Precies. Ja. Oké, nou, we gaan Gijsbert erin loslaten. Ik haal hem uit zijn kooi. Ja. Ik hoorde jou praten over de dyno-stand. Dat klopt, ja. Bij sommige modellen auto's tegenwoordig heb je de mogelijkheid om een bepaalde modus actief te maken, waardoor het ABS niet meer meewerkt. Of in ieder geval accepteert dat het niet werkt zoals het hoort te werken. Mm-hmm. Daardoor kun je bij deze, net zoals Alfa en Fiat heeft dat, die een meerdere modus varianten hebben, kun je ook die modussen los van elkaar testen. Als jij hem gewoon zou testen in de dynamic en je laat je gas los, dan ziet de ABS dat er eigenlijk een fout ontstaat. Omdat hij zegt van de dyno de rollen remmen af, alleen je bent niet fysiek aan het remmen. Dus hoe kan dat? Zegt hij, oké, ik heb een probleem in mijn ABS systeem. Mm-hmm. En daarna werken de modussen niet meer. Dus okay. Zodoende maak je die eigenlijk gewoon met een laptop zorgen ervoor dat de rollenbankmodus actief is. En dan kun je die verschillende modussen checken. Ja. Hey, en we hebben precies 280 pk gemeten. Ja, op de kop af. Dus ja, ja nou, beter kan niet. Ja. Dus ja, zoals de man al zei, wat je ziet is wat je get. Ja. Nou, het lijkt wel een Japanner. Ja. Nou, Peter, ik hoorde grote verhalen over 300 pk, maar je hebt precies genoeg. Ja, nou, what you see is what you get. Zo hebben we het nou maar bekeken. En het hele leuke vond ik ook het verschil in de D en A stand. Dat de A-stand toch echt veel tammer is dan de N en de D-stand. Ja, dat is de sneeuwstand, hè, zeg maar. Ja. Maar nee, ik vond het op zich heel leuk, maar 280 is 280. Ja. Nou, met de hakken over de sloot, ja. Man. Ja, ja klopt. Ja. Nou, ja, dat is toch leuk. Ja, ja het valt ook niet tegen. Dat kan ik niet zeggen, nee. Nou, veel plezier met je auto. Ja, het is echt een heel dik ding. Ja, dankjewel. Ja, ik heb er ook veel plezier van. Ja.